Veel mensen denken dat alle BN'ers standaard heel erg veel geld pakken, maar dat is helemaal niet zo. Zo krijgen veel acteurs in goede tijden slechte tijden heel modaal betaald en leven sommige oudere sterren ook niet bepaald een miljonairsleven. Catherine Keil zit er naar eigen zeggen zelfs heel karig bij. Catherine vertelt in de story dat haar pensioen niet bepaald een vetpot is. Per maand krijg ik 700 euro aan pensioen overgemaakt, terwijl collega's uit die tijd 2000 tot 3000 euro krijgen. Waarom krijgt Laquel dan niet dat bedrag? Ik krijg dat bedrag niet omdat ik in die periode nog getrouwd was. De wet schrijft voor dat je als getrouwde vrouw niet in aanmerking komt voor een volledig pensioen. Dat ik al jaren ben gescheiden, doet niet meer ter zake. Catherine vindt dat echt niet kunnen. Dat is echt een schande, maar ik heb er geen recht op omdat de wet uit die tijd geldt. Met mijn AOW erbij ontvang ik maandelijks 2000 euro netto. Dus voor iedereen die denkt dat al die bekende Nederlanders zoveel geld verdienen, dat is niet zo. Hoe, maar die Catherine snabbelt op haar oude dag toch ontzettend bij in de media. Ik word uitgenodigd om op televisie te komen en in talkshows mijn mening te geven, maar dat levert meestal niets op. Oh,